De wisselkoers van de Amerikaanse dollar is in de afgelopen week met een SRD gestegen. Desondanks hoeft de samenleving niet te vrezen dat de wisselkoers zal ontsporen, zegt financiënminister Stanley Raghubarsingh in gesprek met onze redactie. De bewindsman geeft aan dat de regering de ontwikkelingen met betrekking tot dit vraagstuk op de voet volgt. Er is vanuit verschillende invalshoeken is er beleid om het gewoon rustig en stabiel te houden. En wij denken dat de laatste maanden daar het goede voorbeeld van zijn. En dus ik ben blij dat iedereen ook volgt. Ik heb niet de indicatie. De laatste keer dat ik gesproken heb met de Task Force Koersstabilisatie en met de governor van de Centrale Bank, was nog geen week geleden was. Een week geleden. En toen hebben we zaken als stabiliteit en dergelijke. En de koersontwikkelingen en de gevoeligheden hebben we nog eens een keer rustig doorgepraat. Daarbij zijn er wat verbeteringen mogelijk met de maatregelen die al getroffen zijn. De minister zegt dat er geen reden is om ongerust te zijn na de maatregelen die zijn getroffen door de regering en belooft dat er zal worden ingegrepen als zaken uit de hand lopen. Er zullen altijd wel wat kleine dingetjes omhoog en omlaag zijn. Zolang dat binnen de perken blijft, is er niks aan de hand. Maar ik heb wel gezien dat we volgen dat elke dag. Het is voor ons belangrijk dat die stabiel blijft. Wij hebben het gevoel dat de maatregelen die we getroffen hebben effectief zijn. We hebben het gevoel dat de mensen in de markt begrijpen waarom het belangrijk is dat het stabiel blijft. Raghubarsingh benadrukt dat de stabiliteit niet betekent dat de mensen die in de handel zitten niet zullen verdienen. Ook heeft de regering volgens de bewindsman het gevoel dat er nu meer vertrouwen ontstaat voor het stabiel blijven van de koersen.